Ja, je zou toch zeggen dat dit zo de Elfstedentocht zou kunnen zijn. Ergens in de polder, 3 kilometer lange buitenbaan bij Flevo on IJs weer heropend. Het is eindelijk realiteit. Het is de eerste marathon die geschaatst wordt. Het ijs ligt er fantastisch bij. En het restaurant is absoluut te gek. Ja, een beetje à la Laplace gemaakt. Je kunt van alles lekker eten. Unox-worstjes, ettersoep, tomatensoep en een speciale pizza oven. Dus Flevo on IJs, hier met de marathon, eerste event geopend. Hartstikke groot succes. Ik zou zeggen, kom kijken. Er zit een grote speeltuin bij. En er is ook ijskarten. Dat is uniek hier in Nederland en misschien wel in Europa. Maar Flevo on IJs is realiteit. Ik zou zeggen, kom lekker even gezellig warme chocolademelk mee eten of een bordje snet. En dan zie ik je wel. Klik de linkjes onder dit videootje en open het delen knopje even onder het YouTube videootje. Deel het even met je social media platforms, zodat Flevo on IJs een goede kans krijgt om een herstart te maken. Tot ziens!